Oud en deerniswaardig samengedrongen ligt op een smalle oeverstrook het arme, duistere Amoy. De overbevolking pelt de stad uit. Hier heerst eeuwige nacht. De holbewoners wonen in hun werkplaatsen en arbeiden dag en nacht. Haastig verslinden ze soms bloedige en stinkende gerechten en arbeiden voort. De kinderen wentelen naakt in het straatvuil. Hoe zal men deze stad van hopeloze nacht ontvluchten? Bijna niemand zal er blijven. Amoy zuigt landverhuizers in en spuwt ze weer uit. In en uit. In en uit. En hoe ben jij hier nou terechtgekomen? Ja, dat is het resultaat van een lange zoektocht. Ik heb eigenlijk altijd mijn werk en mijn zoektocht naar mijn roots samen laten vallen. Dus op een gegeven moment had ik gelegenheid om naar China te gaan. En dat heb ik gecombineerd met een reis naar Xiamen. Want ik wist dat hier mijn ouderlijk dorp was. En dat was in 2004. Je hebt Chinese voorouders? Ik heb Chinese voorouders. Zelfs een Chinese vader? Mijn vader is Chinees. Zie je dat niet? Ja, dat ziet niemand. Nee. Dat ziet niemand. Dat is mijn geheim. Xiamen is natuurlijk enorm aan het veranderen. En als je naar de dorpen gaat rond Xiamen, dan zie je eigenlijk het oude Xiamen. Maar ja, Xiamen dat gaat nu heel hard. Net als alle grote steden in China. Hier loopt nu een grote weg. Waar we naar binnen zijn gekomen, toen zijn we hier naartoe binnen gereden. En het tempel waar we nu zitten, die is hier. Tajili. Ja. Dus in dit deel zit Jilio, Ubike, Xingxu, dat hebben ze. Chabadon. Ja, hier zitten al mijn familieleden. Toen wij hier voor het eerst kwamen, toen wisten we helemaal niks. En ik kon geen Chinees lezen, niks. Ah, de deur is open. Welkom in mijn familie shrine. Maar door de jaren heb ik alles gefotografeerd. Op een gegeven moment ben ik gaan zoeken, want toen kon ik de karakters beter herkennen. Ben ik gaan zoeken naar, op eerdere foto's kwam ik een foto tegen van die steen en die steen. En dan kwam ik mijn voorouders tegen. Want die hebben gedoneerd om deze tempel te bouwen of te renoveren. Of deze. Xu Jianglong. Jianglong is de broer van mijn voorouder die naar Indonesië is gegaan. Hij is ook naar Indonesië gegaan. Deze. Yes. Dank je. Dit is de shrine van mijn familie. Die circa 500 jaar geleden is gebouwd. En we hebben hier vorig jaar de reunie gehad. En we hebben daar een aantal dingen achtergelaten. Zoals deze foto van mijn overgrootvader. In Indonesië. Ah. Dit is een traditionele opbouw van een familie shrine. Mm-hmm. Waar je voorheen, voor de Mao-tijd zeg maar, waar alle tablets van de ancestors werden bewaard, zoals je daar nog kan zien. Alleen zijn dat replica's. Maar dit is de plek in traditioneel Chinese cultuur om je voorouders te vereren. Dus dat ga ik zo doen. Thank you.
500 jaar geleden zijn ze uit een dorp gekomen, hier 1,5 uur rijden vandaan. Dus ik denk misschien 2 dagen lopen vandaan. Dus dat gaat. Wij hebben zover als we nu kunnen nagaan, kunnen we 150 generaties terug. 150 generaties terug tot aan een gebied boven Shanghai. Maar dat gaat steeds in stappen. Waar we tot nu toe zijn geweest is het dorp hiervoor. En dat is zeg maar 500 jaar geleden. En nog een dorp daarvoor circa 700 jaar geleden. Dongchen, Kuala. Mijn grootouders die waren erg conservatief. Dus die vonden het maar niks dat mijn vader met een Chinees, met een Hollandse ging trouwen. Ja, ja, oké. En dat was een beetje, was nogal geëscaleerd. En wat ertoe heeft geleid dat ze na hun huwelijk totaal zijn gebroken met de Chinese kant van de familie. Dus toen ik opgroeide heb ik helemaal niemand gekend. Dus mijn vader is overleden toen ik 22 was en toen ging alles open. Eigenlijk door zijn ziekte werd alles mogelijk, toen verzachtte alles. Toen werd er opeens contact genomen met de zus, met zijn moeder. Maar die had ik nooit ontmoet. En ik heb ze later, heb ik mijn grootmoeder ontmoet, bezocht in Peking. En dat was net op tijd, want 1,5 jaar later was ze overleden. En dat was een beetje een verzoeningsreis, want mijn vader die had ze nooit meer gezien. En... Nee. Ja, nee, maar dat zit een drama, want mijn opa is overleden en die heeft nooit afscheid van mijn vader kunnen nemen. Maar heeft hij wel geprobeerd, maar het is niet gelukt. Ja, dus ik ben de grote verzoener in de familie. En ik breng alles bij elkaar. Maar de heiten, toen dat jij die... Niet de heiten. Dit is een school die opgezet is met geld uit de Filipijnen in 1920. En neergehaald is tijdens de culturele revolutie. 1921. We verbouwen ze mushrooms, champignons. Dus dat is in dit deel van het dorp is de belangrijkste bron van inkomsten. Dus je ziet ze overal. Ja. En we gaan nu naar een neefje van me. En die is een champignonkweker, dus dan kan je het allemaal mooi zien. Voor overgrootvader naar Indonesië ging, nam hij zijn kleine broertje mee en die is later teruggekomen. En die heeft met geld wat hij uit Indonesië bracht, heeft hij dit huis opgebouwd. Een prachtig huis. En een bron van conflicten in het dorp. Want de familie die hier heeft gewoond, die was, die had geld. En dat was tijdens de revolutie, culturele revolutie niet handig. Dus daar is, wat we nu hebben begrepen, wel wat mee gebeurd. Wat er is gebeurd is dat zij zeg maar door een groot deel van het dorp, die het niet zo goed hadden, in de hoek geduwd zijn. En... Fysiek bedreigd toch? Nou, ik denk niet dat dat nodig was. Maar ze hebben wel geleden onder de druk. Dit is een typisch iets waar je bij kan fantaseren wat er allemaal is gebeurd.
in de donkere dagen van de culturele revolutie. Erik, wat valt er te zeggen over de toekomst van dit dorp? Ja, dit dorp gaat hoogstwaarschijnlijk verdwijnen. Ja, hier zijn allemaal plannen om hier industrieterrein te maken. Dus dat is een beetje een trieste zaak. En daarom, dat is een van de redenen waarom ik probeer om op zijn minst dingen te documenteren. En mogelijk ook iets nog probeer te behouden van het dorp. Maar dat is niet zo makkelijk. Dat zal een hele list zijn, een hele moeilijke zaak zijn. Maar wat vinden de mensen zelf hiervan? Ja, ze zijn er triest over aan de ene kant, maar aan de andere kant weten ze dat er niks aan te doen is. Het alternatief is dat ze nieuwe betonnen, flats aangeboden krijgen. Dus hun levensstandaard gaat er wel vooruit. En ja, dit gebeurt overal in China, dus dat kan je niet aanvechten. Maar ja, dit is een ancestral ground voor honderden jaren, dus dat doet pijn. Hier had je dus de haven en die is er nog. Ja. En die liep door en dat is de uitmonding naar de rivier. En dan heb je verderop de delta en de zee. En daar was een oude bootbouwer. Ja, die is weg. Het gaat supersnel. Moet je kijken, het is allemaal... Ze zijn nu een brug aan het aanleggen en dat... Ja, ze waren zeker nog niet ermee bezig. Dus hier was een prachtig haventje. En daar kon je mee bootjes pakken de rivier op. Ja! Nou, dit wordt een 80 meter brede snelweg van Changzhou naar Xiamen. Hier was echt het mooiste stukje. Ja. Heel idyllisch. En hier komen dus 8 of 10 baansweg snelweg langs. En die raast zo langs de rivier, want die rivier kan je daar zien. Ja. En dat is dus een heel mooi stukje, maar ja, met de snelweg erlangs is dat anders. De vooruitgang, hè? De vooruitgang, je ziet het gebeuren. Je houdt het niet tegen. Hier was nog niks. We zijn hier 4 maanden geleden geweest, geloof ik. Wang Shimei. Huh? Wang Shimei, ze... Het is het. Hoe is het? Het is het. Hoe is het? Shimei, Nanmen. Ja, nou mensen zeggen, Shimei, lekker laurentja de pangte. Oh, niet hoort je Ja, yeah. Maybe it's around, huh? Ik probeer die verbindingen te maken. Ik probeer die continuïteit te vinden. En ik wil op die manier mensen leren kennen die ik anders nooit had leren kennen. Ik wil op plaatsen komen waar ik anders nooit zou komen. Waarbij ik, ik ben een vreemdeling. Ik zie er anders uit. Ik zie er niet Chinees uit. Maar door mijn familieachtergrond heb ik een ingang. Want ik kom van ver, maar ik ben ook nabij.